Hey, voordat we beginnen aan de aflevering, hier een belangrijke mededeling. Helaas is meer dan 50% van jullie niet geabonneerd. Ja, dus abonneer snel op de Videocorner podcast. Hiermee help je niet alleen ons, maar ook jezelf door niks te missen. Je kunt ons vinden op YouTube, Spotify en Apple Podcast. Dankjewel en door naar de aflevering. What does Marcellus Wallace look like? As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Yeah, baby! Yeah. Just leave it. But where? I have to return some videotapes. Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van de Videocorner. Mijn naam is Arun. Mijn naam is Mirza. En ik ben Hakan. En vandaag zijn we weer bij elkaar gekomen om drie films te bespreken. Ja. Dit ja, keer wel drie films. Niet twee geen films in een serie. Nee, drie films. Goeie films trouwens. Maar we houden gewoon van films. Dus, ja, dat klopt. Dus het liefst doe ik dit elke week. De films die we gaan bespreken overigens. The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes. The Marvels. En Hardcore Never Dies van Jim Taiyutu. Ja. Maar eerst, jongens, hoe zit het met jullie? Hebben jullie nog wat gekeken? Willen jullie wat kwijt aan de kijkers? Slash luisteraars. Ja, bij mij gaat het wel goed. Ja? Verder heb ik niet echt heel veel wat gekeken deze week. Maar het gaat verder goed. Ja? Ja. Oké. Okay. Geen kijktips? Daar komen misschien straks wel op. Oké. Tussendoor. Tussendoortjes. Oké. Mij gaat lekker, man. Heerlijk. Heerlijk? Heerlijk. Heerlijk. Ja, niks bijzonders. Nee, Haken is op zijn primetime nu. Heerlijk. Ik heb dingen gekeken. Man in Black. Oh, Man in Black. 1 en 2 en... drie wil ik ook kijken, alleen drie was, dat is die allerlaatste toch? Drie is ook nog geregisseerd door Adil en Bilal, dat zijn die Belgisch-Marokkaanse jongens. Maar weet je wat daar geinig aan is? Die derde deel, die heet Bad Boys for Life, alleen nu wordt... Man in Black. Man in Black hebben ze niet gedaan, sorry, Bad Boys hebben ze gedaan. Bad Boys hebben we gedaan. Ja. Maar ja... nog wil ik mijn verhaal afmaken. Ze hebben dus de derde deel gemaakt en die heet dan Bad Boys for Life. En dan willen ze nu krijgen, hebben ze de opdracht gekregen om de vierde ook te doen. Die willen ze dan Bad Boys for Life noemen. Maar dat kan niet, want de derde heet al Bad Boys for Life. Ja. Dus ja, deze gaat iets van Bad Boys 4 heten. Ja, of ze gaan spelen met de titel. Gewoon Bad Boys, en dan 4. Life. Dus heb je zoiets misschien? Ja, dat hadden ze dus. Maar dat is de derde. Al? Ja, Bad Boys for Life. Okay. Of nee, geen cijfer, maar wel gewoon voor Life. Precies. Gewoon in die slang, weet je wel. Ja. Bad Boys for Brotherhood. Ja, nu moet je hem weer Bad Boys 4 of zo noemen. Maar vertel welkom, vond je hem goed? Vond je hem goed, ja. Jawel man, deel 1 en 2 vind ik sowieso wel goed. Ja. Ik vind die, maar ook hoe Will Smith die trainingen doet, weet je wel. En dan zit hij zegt, ja maar kijk dat meisje, weet je wel. Die monsters zijn meer onder bedreiging dan het meisje zelf. Dan gaat die mensen lopen schieten tijdens die training. Ja, maar ook echt zo van, wat doe ik hier? Het is wel een leuke film ook, man. Ja, maar toen ik klein was, ik wou dat ding echt van... Die tool. Ja, die tool. Weet je wel. Dat is een zonnebroodje. Over die tool gesproken, ik zag laatst zo'n dingetje... zo'n TikTok. Mm-hmm. En er stond... dat was best wel cru eigenlijk. Maar er stond erbij... When you diagnosed with Alzheimer... maar dan zie je iedereen zo vieren. Mm-hmm. Want you can watch Breaking Bad all over again... without knowing the end. Maar dat is wel niet too long, toch? Je kan gewoon resetten. Dan ga je gewoon de film opnieuw kijken. Hoppa. Hoe gaan we met jou dan nog doen? Ja, ik heb een rare week. Rare week? Ja, niet per se raar. Ik was wel even vorig weekend was ik weg. Ja. Maar ja, dan kom je weer terug en dan moet je weer oppakken. Dit en dat, zus en zo. Ja. Maar ik heb wel films gekeken. Het is niet altijd vakantie. Kijk, in een vliegtuig kan je gewoon een film kijken. Overigens wel, in een vliegtuig is voor mij niet de meest ideale situatie om een film te kijken. Man. Nee man, ik vind het ook niet. Ja, in een vliegtuig vind ik het zo kut. Ik zet het altijd op pauze en dan druk ik weer op play. En dan na 5 minuten, weet je wel, dat is ook een stops van een half uurtje of zo. Maar ik heb gekeken naar Rocky. Oh, goede film. Oh. Klassieker. Ja, want die hadden we dus ook in de kijktip, hè? Van low budget blockbusters. Ja. Ik heb gekeken naar Jaws. Jaws. Durum. En ik heb gekeken naar Lady Bird. Lady Bird, van Greta Gerwig. Van de Barbie film. Ook een goede film. Ja, is maar goed? Die zijn goed. Ja, ik vind... Kijk, die Barbie is... Ja, ik weet niet. Het is een beetje zo'n feel-good ding. Het is toch wel nice en zo. Hoe het is gemaakt, set, props en noem het maar op. Ja. Maar ja, ik vond het niet zo heel bijzonder. Dus wel, het is gewoon weer zo'n message to the world. Van, hey, je bent perfect zoals je bent. Ja.
dit hoort erbij als vrouw zijnde, want dat is prima. Oh wel, als je vrouw bent, prima. Maar ik heb er niet zoveel van. Nee, snap ik. Dus dat. Nee, maar Rocky en Jaws zijn wel van die tijdloze films, toch? Die kun je altijd wel kijken. Die kun je altijd wel kijken. Maar ik zeg dat Rocky 1 is niet heel geweldig of zo. Hè. Die einde is altijd raar van Rocky. Ja, dat hij dan gewoon tegen Apollo heeft gevochten. Oh ja, en dan ja. Is hij, omdat hij tegen een prof heeft volgehouden. Ja, ik weet eigenlijk niet meer. Ja, wint hij of wint hij niet? Weet je wel, dat is ook nog de vraag. Ja, misschien was het ook veel. Persoonlijk wint hij toch? Maar het zoiets. Ja, het gevecht niet. Ja, zoiets. Ja, weet je, hij wint de crowd. Maar, maar dat was ook een low-budget film, hè? Toen nog een onbekende Rocky, Sylvester Stallone. Alleen nu is die. De deel 2 gaat hij nog een keer tegen Apollo vechten. Alleen dan vind ik deel 2 wel leuker, man. Ja, en dan 3 is dingen. Ik denk misschien 4 is mijn favoriete van de Rocky franchise. Tegen Drago. Drago. Maar die is bijvoorbeeld echt mooi gedaan. Die hebben ze ook weer bij Creed gebruikt, hè, die setting. Wanneer hij tegen de zoon van dingen gaat vechten. Ja. Mm-hmm. Gewoon die koud versus warm. Mm-hmm. Hij zit bijvoorbeeld in de desert, weet je wel. Ja. Met oude zandzakken vechten, dit en dat. Dan heb ik het over Creed, hè. Mm-hmm. En dan die zoon die zit dan in een luxe... door Rusland gefinancierde gym, weet je wel. Maar dat was bij die Rocky 4 was dat ook zo. Ja. Daar had je dat Drago allemaal aan die machines vast zat en zo. En dat Rocky in het sneeuw aan het hardlopen is en zo. Ja. Dus dat hadden ze ook bij Creed gebruikt. Was nice. Mm. En deel 3 was met Mr. T, toch? Mr. T, deel 3 ja. heb ik niet gezien. Ja. Nee, deel 3 was met Mr. T, volgens mij. Klopt. Deel 5 was die... Deel 5 weet ik niet. Of was dat deel 6? Was er een deel 6? Eentje van die, volgens mij 5 of 6 was het echt 20 jaar later of zoiets uitgekomen, toch? Ja. Dat hij nog een poging waagt of zo. Ja. En uiteindelijk verliest hij die, volgens mij was dat ook, toch? Nou, weet ik niet meer. Het is ook al een tijdje geleden dat hij uitkwam. Ah, we zoeken het wel een keer op. We zoeken het wel op. En ik heb gekeken naar 2 nieuwe series. Ik ben normaal niet zo'n seriefan, maar hier keek ik echt naar uit. Eentje van is Curse. The Curse. Die is niet uit in Nederland. Maar is een serie van Benny Safdie. Van de Safdie Brothers. Dus ook van die Uncut Gems. Hij is geregisseerd door Nathan Fielder. Waarom ik het interessant vond, is gelijk bij die trailer. Ja, sowieso, Safdie Brothers doen meestal wel goed. Dus daarom was ik nieuwsgierig. En ik keek, ik had gelijk die Uncut Gem vibes. Ja. Weet je wel, zo vage muziek. Van afstand gefilmd, alsof je aan het bespioneren bent. awkward momenten, weet je wel. Dat gewoon te lange stiltes vallen en zo, dit en dat. Dus hij had echt een Uncut Gems vibe. Ja. Min... die hele flares en zo, wat ze altijd hadden. Dus ik heb aflevering 1 nog alleen gezien. Aflevering 2 is gisteren volgens mij uitgekomen. Maar voor nu is dit nog een beetje vaag. Maar ik denk dat het wel interessanter gaat worden. En ik heb gekeken naar Santos. Want vorige week kwam Santos uit. En die had de Gouden Kalf gewonnen voor beste dramaserie. En Santos is te zien op NPO, toch? Op NPO, ja. Op NPO Plus. Ja, of op NPO elke week 1 aflevering. Ja, ja, ja. Dus die gaat weer over Rotterdamse jongens. Iets met drugs en zo. Rotterdam en drugs is wel een beetje... Ja, dat is sowieso, dat is sowieso een succesfactor in Nederland. Ja. Drugs en dingen, jongeren en noem het maar op. Maar hij was toch iets anders dan Mokro Mafia. Dus ik was nieuwsgierig. Plus hij had die prijs gewonnen. Ik heb hem even gekeken. Voor nu is hij best wel interessant nog. Ze hebben goed gekeken naar The Godfather. Ah, okay. Ja, maar je ziet op een gegeven moment zitten ze in de kerk en dan is een baptized scene, weet je wel. Ondertussen, wanneer je een kind hoort huilen, gaat altijd iets fout. Dus je hoort zo'n baby al huilen en dan... Oké, er is nog niks gebeurd, maar het moet gebeuren, want je hoort een baby huilen. Ja. En dan uiteindelijk, tegen het einde van de aflevering, gebeurt er ook iets. Ze hebben goed opgelet tijdens Godfather, want die baptized scene. Alleen die baptized scene, dat is gewoon, dat kun je niet even naden, die is gewoon legendary. Nee, klopt. Je hoort altijd op achtergrond, zijn mijn padre. Door de ogen, weet je wel. Die scène, die vergeet je niet. Dat je zo omhoog kijkt, bril op doet en dan in één keer bloed zijn oog, weet je wel. Of dat iemand wordt klemgezet in zo'n, hoe noem je dat? Tankschroef. Nee, in zo'n, zo'n deur, dat draait zo. Zo'n draaideur. En dan met de shotgun, weet je wel. Eentje, lift gaat open. Laat hij zo zo'n cadeau vallen. Zit zo'n shotgun in. Bam, schiet hij ze. Legendarische dingen, man. En dan de politieagent die boete uitschrijft. Klopt hij zo op de motorkap, wegwezen. Weet je wel. En dan loopt die man zo naar boven. En dan schiet hij van de trap af. Ja. Legendary scene, man. Ja. Oh ja, en? En? Niet persoonlijk nieuws, maar de Staking zit erop. Sinds de laatste aflevering. Oh ja. Kunnen we even over hebben. Het heeft 118 dagen geduurd. Minimumlonen gaan omhoog. Acteurs krijgen beter betaald voor herhalingen op streaming services. Deal kost de producenten 1 miljard. Mm-hmm. En ik las ook, dat staat dan niet overuit, maar ik zag dat ergens voorbij komen, dat acteurs meer tijden hebben voor castings, waardoor er niet heel erg druk op zit. Ja. Dus dat is goed.
En gelijk na de staking, iets van 5 of 6 series zijn geannuleerd door Netflix. Ik denk dat ze het licht hebben gezien. Dat ze nu denken van, ja, we moeten dus voor elke acteur betalen. Misschien is het beter dat we al die rotzooi series grappen. Dat we gaan focussen op kwaliteit dingen. Maar ja. Ze focussen nu ook op kwaliteit. Hè? Als je kijkt naar wat voor series films zijn zo maken de laatste tijd. Binnenkort komt dus ook Maestro uit van Bradley Cooper. Dat is ook een Netflix. The Killer kwam uit, is ook van Netflix. Ja. En ze hebben recent nog 80 miljoen geïnvesteerd in de Egyptian Theater. Dat is best wel een legendary theater. Heel veel premières geweest destijds, maar ja. Die heeft heel lang stilgestaan. Die hebben ze 80 miljoen tegenaan gegooid om het te renoveren en weer netjes te maken. Dus daar gaan heel veel films van Netflix in première. Oude films gaan er weer draaien. En daarmee geven ze toch echt wel een beetje af van, jongens, Paramount en MGM en Warner Bros. Weet je wel, wij behoren tot jullie rijtje en ja. Niet meer als streaming service of als boogeyman. Dus, maar betekent dat die staking, die is nu voorbij? Die is voorbij, ja. Dus dat we nu ook gewoon... veel ja. Films weer komen, ja, ja, ja. Zeg maar. Ja, want er was heel veel vertraging. Ja. Heel veel was geannuleerd. En ja, gaat annuleerd. Ja, ja. Venom heeft zich weer opgepakt. Ja. Ja, ik kan ze zo niet uit mijn hoofd noemen. Er zijn echt talloze films. Precies, nee. Kwamen er gelijk naar buiten van ja, die serie. Stranger Things is volgens mij weer begonnen met opnemen. Venom is weer begonnen. Dus, ja, ja. Al die Game of Thrones gebeuren, die zijn weer begonnen. Dus er zijn ja, heel veel die... Er zijn er zoveel die wel begonnen zijn. Weet je wel, we kunnen een uurtje vullen volgens mij. Het is een win-win situatie. Ja, ja dus... maar dat moest ook. Ja. Kijk, wat dit gebeurde ook in de jaren 60. Alle films werden verkocht aan tv's, dingen en zo. En dan ja, kregen acteurs er niks voor terug. Ja. Maar je wilt wel piece of the pie. Want anders voel je ook weer zo genaaid. Weet je wel, je kan wel zeggen... Ja, je werkt gebruikt. Ja, ja, ja. Mensen verdienen geld over jou. Ze verdienen echt veel over jou. Ja. Met jouw aandeel erbij. Weet je wel, aandeel erin. Jij kan wel zeggen, je hebt een loonstrookje gekregen. Ja, prima. Maar ja, aan de andere kant. De teller blijft maar lopen voor hun. Dat is wel zo. En ja. Ze zeggen tegen jou van, ja, je hebt een loonstrook gehad. Nou. Goed, prima. Dat was een beetje update over mezelf en ook over de week. Maar een mooie intro. Ja. We gaan gelijk beginnen met Hakan's snack. Nee. Nee, we gaan wel beginnen met een, niet een snack, maar een hongerstaking. Oei. Hongerstaking. Het is Ramadan en we beginnen met Hunger Games. Ja, The Hunger Games, The Ballad of Songbirds en Snakes. Iemand één woord? Voor een film. Wie wilt aftrappen? Vertrouwen. Ik zeg... vertrouwen? Ja. Oké, wacht. Ja, kom zo op. Ja, kom eens op. Nee, ik zoek eigenlijk een woord. En ik denk... flow. Ja, maar dan ga ik zo uitleggen. Flow. Oké. Okay. Ja, eerst zeg ik, ik heb de film niet gezien. Maar gaan we met jullie meepraten. Niet gezien. Nee. Dat zijn twee woorden. Nee. Maar ja, dus wat voor woord moet ik bij ze verzinnen? Ja, maar het kan zo zijn dat je een film niet gezien hebt. Nee, maar omdat ik heb wel gewoon niet uitkomt. Ja, klopt. We hebben onze dagelijkse hassel nog steeds. Zeker. Maar ik heb wel een beetje de recensies gelezen. Dus ik denk, ja, wat zou ik zeggen? Ja, jij mag alle kritische vragen stellen. Dan gaan wij ondertussen de film bespreken. Hakan zei top. Klopt. Ik zei ook top. Minstens zei flop. Zou ik gelijk hebben? Nou, dat weet ik niet. Laten we gewoon even beginnen met waar gaat de film over? Mm. Het is een prequel en we gaan terug in tijd naar de 10e anniversary. Nee, hoe noem je dat? 10e Hunger Games. Jubileum. Ja, zoiets. Maar daar wordt dus uit elke district worden er mensen uitgekozen. En nu is het zo dat... Snow is dan in dit geval een mentor. En die moet Gray moet die begeleiden in The Hunger Games. En dat is het een beetje. Een korte sum-up van de film. Korte samenvatting. Laten we beginnen. Spoilen. Jij zat top. Wat vind je van de film, Hakan? Ik vond hem goed, man. Ja? Ik blijf achter mijn woord staan. Ik vond hem echt top. Ja. Goeie film. Hoe ze het verhaal uitleggen. Maar ook dat het echt in 3 delen wordt gedaan. Normaal zijn iedere film wordt in 3 delen. Ja. Het probleem, het aanpakken en de oplossing. Ja, maar deze had ook gewoon 3 chapters. Ja, deze liet gewoon echt zien, chapter 1, dit gaan we doen. Mm-hmm. Dit is het hoofdprobleem. No. Ik vond het leuk gedaan, alsof je 3 aparte films keek. En het verandert ook gewoon, bij iedere chapter verandert gewoon compleet van setting. Bedoel je? Maar gewoon, kijk, de eerste dus speelt af op school en dat soort dingen, weet je wel. Ja. De voorbereiding ervan. Dus alsof je eigenlijk een filmreeks aan het kijken bent, 3 filmreeksen. Alleen dan in stukjes van 1 uur opgesplitst. Dus dat je een soort van een serie keek.
Ja, nee, je omschrijft gewoon een acte, hè? Ja, oké, dat. Maar ja, de een heeft wel met een ander te maken. Het is niet per se drie films of drie series wat je kijkt. Kan het niet goed verwoorden. Ja, ik kan het niet goed verwoorden waarschijnlijk. Maar ik bedoel meer van... Ik zal je vertellen hoe het zit. Kijk, deel 1 is eigenlijk gewoon een introductie van Coriolanus Snow. Het is bij ons aan tafel is het Coriolanus. Coriolanus, goed. Nee, het is introductie van Coriolanus Snow. En dan deel 2 is gewoon, of acte 2 is eigenlijk gewoon, wat gaat er gebeuren? Ja. En deel 3, dan is het gewoon The Hunger Games en The Problem Solving. Heb jij deel 1 gezien, deel 2, de andere films? Ik heb enkel deel 1 gezien. Maar je kent mij inmiddels. Ja. Als ik het 1 heb gezien, dan vind ik het meestal prima geweest. Tenzij het echt Harry Potter of zoiets is. Wel iets maar weet je wat het is? Kijk, bijvoorbeeld als je deel 1 hebt gezien, dan... het gaat heel snel. Ze zitten heel snel in het gevecht. Ja. En is ook een compleet andere setting. Ja, want de Hunger Games speelt zich echt af in het bos. Ja, maar dat wilde ik zeggen. Bij deze CEO, daar stond ik ook van te kijken. Want dit was gewoon een arena. Het is compleet anders dan de Hunger Games 1. Maar je ziet ook waarom die verandering komt. En waarschijnlijk... op een gegeven moment komt er een scène... waardoor dus die stadion vernield wordt. Waardoor er meerdere routes zijn. Dus mensen gaan meer proberen te overleven. Mm. En het is veel meer... het duurt ook wat langer omdat mensen zich kunnen verstoppen en dat soort dingen. Kijk, ik denk dat ze later in de tijd ook echt naar de bos zijn overgestapt. Ik denk wat jij wilt zeggen is inderdaad... daarvoor is het ook een prequel. Ja. We zien eigenlijk de aanleiding voor dingen... waarom het tig jaar later op deze manier is. Want ik had ook als notitie inderdaad... ik heb alleen de eerste gezien, ook een tijdje geleden. Ja. De arena was veel kleiner. Klopt. Dus ik dacht bij mezelf, dit gaat veel meer diepte hebben. Want... Arena is gewoon één cirkel. Ja, ze gaan gewoon met elkaar battelen. En dan is het afgelopen. Maar de film duurt 3 uurtjes bijna. Ja. Dus ik dacht van, dit gaat echt heel veel in details. Maar de battle duurde ook best wel langs. Maar we zijn ook, ondanks dat, zijn we best wel in details gegaan. We weten nu gewoon de backstory van Coriolanus. Wat een naam ook. Ja. Wat een tongbreker. Ja, maar wat ik kijk, bijvoorbeeld in deel 1. Dan is het gaat heel snel. Je wordt gekwalificeerd, je gaat mee. Wat ik me kan herinneren, dat is gewoon wat jij zei, een fucking grote bos. Klopt, je wordt in het bos gegooid, je wint, het is afgelopen. Hier werd wat vooraf werd gedaan, lieten ze echt in details lieten ze het zien. Met studenten. Met studenten, alles, dat er nieuwe regels bij komen. En dat studenten niet meer eens zijn. Tja, alles lieten ze zien, maar ook gewoon uitgebreid. En dan op een gegeven moment krijg je dus die arena scène. Ja. Daar is het ook gewoon goed aangepakt, weet je wel. Alsof je echt gewoon... En ik heb gewoon drie uur lang echt genoten. Hè? Mag ik erbij zeggen? Ja, ik heb ook echt genoten. Ik denk dat jij ook oprecht had kunnen genieten. Wat ik altijd jammer vind van films, van dit soort films... als ze dan het gevecht winnen... dan heb je meestal duurt het nog even 10 minuten... van oké, je hebt gewonnen, leuk en aardig, wordt het even gevierd... en dan is het afgelopen. Ja. Bij deze werd dit ook gewoon uitgebreid. Ze lieten echt zien van oké, het is afgelopen. Dit gebeurde met Snow. Maar, dit gebeurde met Grey. Dat moet ook, hè? Want dit is niet per se het verhaal van de Hunger Games. Dit is het verhaal van Coriolanus. Van de president, inderdaad. President Snow. En de foreshadowing was heel goed. Ja. Er zaten gewoon bepaalde elementen in de film... dat niet direct in your face was... maar wel gewoon te sprake kwamen. En dan later... Ik heb je ook een paar keer geport van, hey, weet je nog? Nee. Kwamen die, ik ga niet zeggen wat het is, maar later kwamen die objecten wel gewoon terug en waren ze best wel belangrijk. Mm-hmm. Maar als je die scène op dat moment niet goed hebt geregistreerd, laat ik maar zeggen, dan mis je wat daar is gebeurd. Ja. Dus dat hebben ze echt goed gedaan. Maar ook, één ding vond ik wel kut. Oh ja, de ding is wel goed. Het is echt Amerikaans, of we naar Amerikaans verhaal kijken. Het is gewoon allemaal, mensen, levens, boeit allemaal geen fuck. Dit en dat. Het is gewoon echt Amerika, toch? Altijd Amerika. Tuurlijk. Is oorlog en dan Amerika tapt olie, weet je wel. Of verkoopt wapens. Ik zei ook bijvoorbeeld allemaal in vertrouwen. Van ik zei vertrouwen, toch? De reden dat ik vertrouwen zeg, die film die draait echt op vertrouwen. Want in het begin, dan moet Grey dingen vertrouwen. Ja. Die probeert elkaars vertrouwen te winnen. En op een gegeven moment, in het gevecht ook... dan vertrouwt zij op hem. Mm-hmm. Dat zij hem gaat helpen. En dat gebeurt ook, dat komt allemaal uit. Alleen dan in het laatste gedeelte... dan zie je gewoon op een gegeven moment... dan vertrouwt ze hem niet meer. En dat is de reden dat zij in één keer verdwijnt. Maar jongens... gaan we verder. En dingen, Coriolanus Snow...
is best wel strategisch dingen. Dat is een super intelligente jongen. Ja, hij is dat zie je ook in de manier van battelen. Maar hij wordt als het ware ook gewoon een hele film getest. Zo het van. Ja, ja. Waardoor hij ook gewoon weg naar dingen. Klopt. En ook weer terug. Ja, ik zeg dingen omdat ik niet wil spoilen. Dus let daarop vooral als je de film nog moet zien. Wat ik wel kut vond, dat wil ik nog wel eerst zeggen, is dat hele zingen. Dat hele zang gebeuren. Ik heb gekeken naar High School Musical, man. Nee, man, dat vind ik niet. Ik heb daar wel een andere mening over. Het is niet alsof je een musical zit te kijken. Het gezin, het is leuk. Maar het is ook niet zo maximaal doorgepusht. Het is niet zo dat ze om de 10 minuten weer even wat zingend probeert uit te leggen. Dat is het niet. Zang ook al iets te lang heeft geduurd of zoiets op sommige momenten. Ja, het waren maar 2-3 scènes, man. Nou. Ja, wat zit met 3 keer gezongen? Ze zingt op het moment dat het einde van die battle is. In het begin zingt ze. Ja. In haar kooi zingt ze. Ze zingt de hele film door. En jij zegt, ik heb maar 2-3 scènes. Nee, man. Nee, joh, ik heb High School Musical gekeken, man. Ja, godverdamme. Nee, jongen, dat kun je niet vergelijken. Die twee kun je echt niet vergelijken met elkaar. Tenzij Zac Efron erin zat, dan was het wel goed geweest. Ja, dan moet je nog 17 again kijken en daar een musical van maken. Jij wilde wat zeggen. Ja. Ja, nu mag jij een keertje praten. Ja, ik denk, ik laat jullie lekker discussiëren. Deze, ja, nee, maar we zaten er lekker in. Ja, zeker. Ah, ik vertegenwoordig de mensen die hier nooit Hunger Games hebben gekeken. Vertegenwoordig. Ja. Maar ja. Die titel krijg je ook, hè? Zo'n naambalkje. Ja. Vertegenwoordiger. Vertegenwoordiger van de mensen die nooit Hunger Games hebben gekeken. Mooi flinke naambalkje hebben. Tot de dag van... ik zit met 1 been zit ik erin, hè? Want ik heb ook alleen maar deel 1 gekeken van de Hunger Games. Maar waarom zou ik gaan kijken naar Hunger Games? Dat maakt het speciaal. Zou ik ook keren tegen haar kan? Hij heeft ze allemaal gezien volgens mij. Nee, maar hij heeft het niet allemaal gezien. Oh, okay. Nee, maar waarom zou ik überhaupt gaan kijken naar de Hunger Games, jongens? Niet. Wat maakt het zo aantrekkelijk dan? Wat is dat zo leuk aan? Ik denk dat de dingen het meest leuke is, man. Wat? Het kruien. Het kruien, ja. Weet je wat? Is er mensen die hebben... Je rijdt wel eens in het verkeer en denk je echt bij jezelf... Gast, jongen, als ik jou te pakken neem... Ja. Weet je wel, dat? Maar je kan het niet hardop zeggen en je kan het ook niet uitvoeren. En in deze film is het wel gewoon echt hard tegen hard. Ja, weet je wel, gewoon die hak die en die hak die en die slice die. En maar zit er ook actie daarom in? Zit er ook, daarom, ja, denk ik ook dat, daarom denk ik ook dat films als Purge en zo best wel succesvol waren. Ja. Tenzij nadat ze helemaal hadden uitgemolken niet meer. Maar in het begin was het best wel succesvol. Het is gewoon... Ja, daar heb je soms gewoon zin in of zoiets. Ja, van die gedachten die je hebt, die je eigenlijk niet kan uitvoeren, maar wel... Ja, ja en dat iemand die voor jou gefilmd heeft. Ik snap het. Als hier geen straf op zat, jongen, ik had een beetje gedaan. En ik denk toch fans van het boekenreeks. Want het is gebaseerd op het boek. En dan, als je dan de film hebt gekeken, dan vraag je toch af... Die laatste deel, daar is ook een boek van, hè? Ja, dit is ook een boek. Een nieuw boek geschreven. Maar komt er nu nog een deel? Is er een open einde? Of iets? Ik denk dat het weer een trilogy wordt dan. Ja. Maar ik had dus even gekeken naar de cijfers inderdaad. 20 miljoen openingsdag. Alleen openingsdag, hè. 44 tot 46 nu inmiddels. Maar het is nog openingsweekend is nog niet afgelopen. Ja. Niet de beste opening van Hunger Games. De vorige films hadden allemaal 100 plus miljoen. Zelfs 1 en 2 die hadden 150 plus miljoen. Ze hebben 200 miljoen uitgegeven voor de film. Ze moeten minimaal 200 verdienen, denk ik. Om ongeveer key te spelen. Of 250 voor een degelijke winstmarge. Ja. Maar ik denk dat ze dat niet gaan halen. Of misschien verspreid over 5 of 6 weken of zoiets. Ja. Maar ja, de eerste 2 films hadden 400 plus miljoen. En daarna nam het ook al af. Ging het naar 280 of zoiets. En daarna 200 of zo. Ja. Je zag al een dalende lijn, dus ik denk bij mezelf, is het verstandig om dan door te gaan met dit? Ja, maar misschien gaat het wel lukken, want ik had wel recensies gelezen dat Eminem meespeelde. Klopt dat? Dus ze hebben toch weer gebruik gemaakt van influencers, bekende personen. Klopt dat? Ik zei het ook al tegen Hakan tijdens de film. Dat klopt niet, maar er was inderdaad een scène en een... het deed me wel echt denken aan Eminem, want ik ga heel klein beetje spoilen. Snow, die... Corleanus. Die komt op een gegeven moment een barclub. Ja, in die tijd, wat is het? Een beetje een bar, weet je wel. Mensen zijn aan het feesten. En hij komt binnen met een nieuw kapseltje. als je de trailer hebt gezien, je ziet dat Snow blond haar heeft. Ja. En hij krijgt een buzzcut. En dan... Komt hij... Sorry. Hij komt op een gegeven moment de bar inlopen, weet je wel. Maar hij loopt... op zo'n manier binnen, het doet je echt gewoon denken alsof
Eminem die... de club in komt lopen, nee, weet je wel. Weet je waar het, deed, waar het me aan deed denken? Dat gevoel ik. Het deed me denken aan Eminem 8 Mile. Dat hij op het podium staat met die ene rap scene, weet je wel. Dat hij zo de spot in komt lopen. Ja. Zo'n vibe gaf het. Ja. Dus ik zei ook al tegen hem. Hey, Eminem. Zo, hey, Eminem, weet je wel. Kijk maar, hij zegt zo, wat doet Eminem in die film? Ja. Maar dingen vond, ik vond dingen goed, man. Jason Schwartzman. Die, die de hele gebeuren presenteerde, toch? Die magician guy. Oh, ja. Die kwam echt goed, man. Amateur magician. En dan kon je hem op, een half uur praten. Dan doet, hij deed ook bij Asteroid City deed die presentatie dingen, toch? Oh, hij? Ja. Ja, hij was de pa van dingen, maar hij deed ook een beetje presentatie dingen. Of was hij dat niet bij Asteroid City? Nee, hij speelde de pa. Welke film was hij? Hij heeft nog een paar films. Oh ja, nee, ik weet het al. Zoek het op. Nee, Roald Dahl's filmreeks op Netflix. Daar doet hij ook presenteren en zo. Sorry, dit en dat. Ja. Dus ik zeg bij mezelf, hij moet de Oscars presenteren, man. Hoe leuk zal dat zijn? Ja, jij hebt de film niet gezien, maar als hij op die manier de dingen Oscars presenteert... Echt op die manier. Ze hebben nu Jimmy Kimmel, hebben ze. Maar ik zeg eerlijk. Of Jimmy Kimmel weg, weet je wel. Of hij, Jason Schwartzman, of... Yeah. Ricky Gervais. Ja, die Ricky ene Gervais, scène ja. van hem, weet je wel, die blijft gewoon legendary. Van wat was dat ook alweer? Dat was van die awards, toch? Ja, welke award was dat? Golden Globes. Golden dat was Globes, het. Ja, die was echt goud, man. I don't care. I know he's your friend of Epstein, toch? Ja, but I don't care. Ja, maar hij roost ook allemaal, hè? Oh ja, en willen ze hier winst op maken, moeten ze echt een videogame van maken, man. Ja? Van de Hunger Games. Ja, ja man. Ja, maar het is gewoon survival game. Battle Royale. Battle Royale. Ja. Mm. Maar ik zeg eerlijk, nu kan het ook wel, hè. Oprecht, als je kijkt op internet, je hebt Robocop, is weer een game van gemaakt. Avatar is een game van gemaakt. Of althans, komt er nog uitkomen. Ja. Spider-Man. Tintin is uitgekomen. Spider-Man is uitgekomen. We gaan een beetje terug naar de PS2-era, toch? Dat elke film een game uitkomt. Ja, dat is wel vet, toch? Tintin had je nog meer. Hellboy is recent nog uitgekomen. Het is wel zo'n minigame, maar het is wel gewoon gebaseerd op de dingen. Ja. King Kong. Had overigens wel fucking slecht, die van King Kong. Maar ja, King Avengers. Kong heeft een game. Avengers. Maar is dat niet gewoon een soort van... Is dat niet een soort van verlengstuk om het toch meer wat extra te verdienen? Zeg maar. Ja, maar die film... Ja, maar je ziet nu veel meer, hè. Kijk, vroeger werd er films gemaakt. Games gemaakt van films. Ja. Nu zie je de laatste tijd heel langzaam aan opkomen. Want ze zien het succes. Na Mario vooral zien ze het succes. Ze maken Zelda film. Is toch aangekondigd? Ze maken films van games. Ja, Zelda is aangekondigd. Live action dingen. En misschien... Ik weet niet of jullie dit weten. Er is ook een film van GTA. Grand Theft Auto. Ja, ik heb gezien. Dat is heel lang geleden of zoiets een keer uitgekomen. Okay. Ja, klopt. Ik heb hem niet gekeken. Hoor. Nee, ik heb hem ook niet gekeken. Ik weet ook niet of die wel goed gekeken, is. Nou. Hebben jullie die foto's gezien van de première van Hunger Games in Nederland? Ja, je liet me. Hoe lang duurt die film? 3 uur. Had je last van je kont aan het einde van de film? Ja, ik zat op een comfortabel stoel. En we zaten op een stoel van paté. Gewoon eentje met cushions en zo. En gewoon echt die middenrij ook. Hè, gast, dit was gewoon zo'n stoel die... Ja, waar wij nu op zitten. In een kantine. Zo'n stoeltje waar wij nu op zitten. Nou, ik denk dat deze nog meer vorm heeft dan die daar. Maar gast, dat kan toch niet, jongen. Zit je 3 uur lang en dan rechtop. Ik zou gewoon halverwege weglopen, man. Echt. Misschien was het soort van onderdeel van de Hunger Games. Gewoon, je moet strijden door de film in. Geen popcorn, geen water. Iedereen helemaal gedrogeerd. Ja. Maar, conclusie en rating? Want we zijn nu al best een poosje bezig. Laten we even een einde aanbreien. Conclusie en rating. Hakan, moeten de mensen de film kijken? Ja. En wat voor rating geef je de film? Ja, ik geef de film 5 sterren, man. 5 sterren, oké. Okay. Ja, ik geef de film 5 sterren. Ja, ik zou ook even doen. Dan mag jij aan de hand van onze verhaal alsnog een cijfertje tegenaan gooien. Ja, zullen we dat zo doen? Ik vond de film goed. Maar ik vond het best wel vreemd. Rotten Tomatometer is 60%, maar de audience is 90%. De film is wel vermakelijk. Je kan er lekker naar kijken. Maar kwalitatief is die niet per se een mega film. Mm-hmm. Maar uit mijn eigen ervaring wil ik het toch een 4 geven. En mocht je 3 uurtjes vrij hebben in de avond, ga gewoon lekker naar deze film. Ga hem gewoon even checken als je tijd over hebt. Want het is best wel vermakelijk. Mm-hmm. Klopt. Ik geef 4 sterren. Wat zou jij de film willen geven? Ja. 1. Een 0. Nee, wacht even. Moet ik een film hiervoor hebben gezien? Is dat handig? Nee, juist niet. Dit is de allereerste. Zo moet precies. Zien. Kijk, dit is de prequel van wat je al hebt gezien. Ja, daarom. Ja, met dat wil ik meenemen. En het feit van dat jij zei van... omdat ik zelf nooit de Hunger Games heb gezien. Nee, maar aan de andere kant weet je ook niet wie Snow is. Als je als jij zegt van ik ga die hele reeks even kijken, kun je beginnen met deze film. Ja, kan wel. Maar aan de andere kant, je ziet in één keer Snow, maar je weet niet wie Snow is. Ja, maar...
Het wordt gewoon uitgelegd. Het is de zoon van die en die generaal. Ja. Als jij dan deel 1 kijkt en dan deel 2 kijkt en dan zie je... Maar je kent Panama en zo ken je dan allemaal niet. En je weet niet wat dat hele wereldje is. Het wordt uitgelegd. Ja, oké. Okay. Nou, oké. Okay. Jij kan beginnen bij 1. Ja, okay. Bij deze. Ah. Bij 5. Nee, jullie hebben wel nieuwsgierig gemaakt. En het feit van dat je net uitlegde van dat die gedachten die je hebt, dat soort films, van dat je die kunt uitvoeren. En ik neem de cijfers mee. Nou, Tomatometer. Weet je wat? Lees jij anders de boek? Tomatometer neem ik niet meer echt serieus, om eerlijk te zijn. Dus... Ja, ik nee, maar het is ook dingen, man. Tomatometer kijkt echt naar bepaalde details. Ja. En niet zozeer naar de kijkervaring van de film. Hij kijkt lekker weg. Kijkt meer naar de kwaliteit van de film. Kijk meer naar hoe is de camera setup, hoe is het verhaal uitgeschreven, hoe is dit, hoe is dat. Ja. Maar het was gewoon vermakelijk om te kijken. En ik heb, wat is het, 2,5 tot 3 uur duurt de film. Ik heb gewoon echt vrij weinig doorgehad van de tijd. Het was voordat ik wist, was het afgelopen. Ja. Je geeft een 3,5. 3,5, ja, dan komt het uit op 4. Ja. Nee, niet. Ga hem kijken. Ja, gaan we komt hij uit op 4 als ik zo kijk? Of gaan we afronden naar boven? Voordeel van de twijfel. Waarom niet? Ik wil jouw cijfer weten nadat je... Maar ik zeg echt... Maar ik zou eerder zeggen 4 dan een 4,5. Want dit is, jij zegt 5 sterren. Maar dit is never, nooit niet een 5 sterren film. 5 sterren is wel een masterpiece, toch? 5 sterren is Oppenheimer bijvoorbeeld. Dit is, ik denk dat Oppenheimer de Oscar gaat pakken voor beste film bijvoorbeeld. Okay, dat is een 5 sterren film. Nee, is jouw mening. Ja, maar kan. Ik ga het er niet 4,5 geven. kan je zeggen van we geven het een 4? Onderhandelingen hier. Kan ik even onderhandelen? Hoezo doen we overal gemiddelde, man? Dat jij deze niet zo denderend vindt, geven we mijn altijd gemiddeld, toch? Ja, we doen altijd gemiddeld. Maar nu is het een beetje de vraag. Want als jij 3,5 zegt, ik zeg 4, hij zegt 5. Dan komt het uit op 4,33 nog wat of zo. En dan zou je afronden naar boven. Ben ik weer de boosdoener, omdat ik hem niet heb gekeken. Zeg 4, zeg 4. Nou, 4, 8. Plus 5 is 13. Delen door 2. Is 2,5. Oké, 4,5 sterren voor The Hunger Games. Ja. Gaan we door naar de volgende film. Yes. Zijn aangekomen met de volgende film? Ja. Jongens. En wat voor een film? The Marvels. Nou, kort gezegd, ik heb niet de serie gekeken, Miss Marvel. Ik weet niet of jullie dat hebben gekeken. Denk ja, als jij niet hebt gekeken, dan hebben wij het helemaal niet gekeken. Ja, ik ga gelijk vragen wat jullie ervan vonden. In één woord? In één woord. Nou, vraag anders wat ik van de 4 visual effects dingen vond. Of althans van de cuts. Die vond ik goed. Maar algemeen. Weird as fuck. Ja, ik kan niet één woord geven, maar... Oké. Oké. Oké, ja. Ja, dan sluit ik me ook wel aan. Oké, dat wel. Maar gaan we even kijken naar wat de mensen hebben gezegd? Ja, wat hebben de mensen gezegd? Weinig. Wie zegt top? Wie heeft top gezegd de vorige keer? Verklaar je nader, Oroen. Nou, verklaar je nader. Sta je er nog achter? Nee, het was meer voor commotie. Maar één ding vond ik wel vet. Is hoe ze die cuts hebben gedaan. Moet je je voorstellen dat je dat als regisseur zijnde moet oplossen? Wat bedoel je met die cuts? Ja, gewoon die punch die. Vloep, is die aan de andere kant. Oh, ja. Die slaat. Vloep, is die aan de andere kant. Dat scène met drie verschillende karakters in en verschillende... Ook, en drie... ook gewoon vloeiend doornemen. Ja, precies. Ja, dat is wel... Ja, oké, dat is mooi gedaan. Ja, dus dat vond ik wel. Gelijk. Maar leg anders even uit, kort, heel kort, waar de film over gaat. Voor de luisteraars. Ja. Ja, de film die gaat over... eigenlijk begint... Ja. Het begint bij Miss Marvel. Waar moet je beginnen? Het begint bij Miss Marvel. Het is wel heel vaag. Het begint bij Miss Marvel, de film. Ja. En Miss Marvel, dat is een serie op Disney+. Die moet je eigenlijk... moet niet, maar als je hem echt volledig wil... Als je ons gaat dwingen, dan doe ik het allemaal niet. Als je volledig wil begrijpen, dan moet je dat even kijken. Want Miss Marvel werd in één keer... Maar dat is, ik onderbreken, maar dat is wel MCU. Hè? Ja, alles is met elkaar verbonden. Want we hebben even naar het lijstje gekeken en... Ja, heb je het lijstje toevallig bij je? Dan gaan wij even een beukje doen. Dat was een flinke lijst. Kom morgen terug. Ik heb ook heel veel gekeken en ook in de juiste volgorde. Ja. Alleen de laatste paar films heb ik echt overgeslagen. Maar laten we even op de film hebben. Ja. De film begint bij Miss Marvel. Dat is een grote fan van Captain Marvel. Ja. En op een gegeven moment krijgt zij een bepaalde schok. Ze worden met z'n drieën worden ze verbonden.
Miss Marvel, Captain Marvel. En voor de mensen die Captain Marvel, de eerste deel, hebben gekeken. Dat kleine donkere meisje. Die van Captain Marvel's vriendin. Daar dat de dochtertje van, die is volwassen. En hun krachten gaan door elkaar. Ze moeten een vijand bestrijden. Waardoor ze, als ze hun superkrachten gebruiken, worden ze met elkaar van plaats verwisseld. Wat in het begin gewoon helemaal uit de hand loopt in het eerste gevecht. Ja. En ze gaan dat op een gegeven moment gewoon trainen. En dan willen ze samen de wereld redden. Ja, en dat laatste wat jij vertelt dus, dat hebben ze dus echt vet gefilmd. Ja, dat hebben ze mooi gedaan. Dat switchen gewoon. Klopt. Maar buiten dat was een kutfilm. Ik vond één persoon goed. Ja. Samuel Jackson. Ja, Samuel L. Jackson. Maar die is altijd goed. Maar die heeft ook, kijk, er is veel humor in die film gegooid. Ja, dat is de laatste tijd te veel, man. Ja, dat is het bij mij. Ik hou niet meer van Marvel vanwege die te veel humor. Ja. Kijk, als je naar dingen kijkt, naar Iron Man, dat Tony Stark, die had een bepaald karakter en die had een bepaalde humor had hij eraan. Ja, die humor die, daar die was... Die zei op zo'n nonchalante manier, weet je wel, van dat Captain America dat aan een vraag, weet je wel... Dead jokes of zo. Weet je wel, haal de pak weg, aan alle technologie weg en wat stel je voor? Miljonair, genie, ja, dat is gewoon dat, grote playboy. Dat is gewoon een beetje van dead jokes, weet je wel. Ja, weet je, allemaal dat soort dingen. Maar nu, die grappen, ik weet niet, man, ik vind het te veel en het gaat een beetje te kinderlijk begint het te worden, vind ik. Ja. En dingen is ook matig van Marvel tegenwoordig. De visual effects zijn heel erg matig. Ja. En daardoor neemt de kwaliteit van Marvel ook af. Want er moet zoveel geproduceerd worden dat ze het genoegen nemen met goed genoeg. Weet je wel? En niet met perfect. Klopt. Dus de laatste tijd ook met al die... Welke was die laatste? Quantumania en zo. Ja, ja, die heb ik dan niet gekeken. Die heb ik ook niet gekeken. Voor de rest ook helemaal geen fuck. Maar wat ik lees is dat die visual effects ook gewoon best wel slecht zijn. Mm. En dat is gewoon van... Ja, het is gelukt. Je ziet het als je er echt goed op let. Maar als je niet echt goed oplet, dan zie je het niet. Maar we moeten door naar de volgende project, hè? Dus, druk maar door, weet druk je wel? Druk maar door, het is goed genoeg. Ja. En die werkdruk is dus nu schijnbaar zo hoog dat de Marvel-medewerkers, gewoon letterlijk de Marvel-medewerkers van de visual effects afdeling, die hebben ingestemd om een vakbond te starten. Mm. Want ja, waar ze nu mee bezig zijn, dat is misschien too much, weet je wel. En dan gewoon kut kwaliteit, maar ook gewoon die extreme werkdruk. Want het wordt steeds gekker en geks. Bijvoorbeeld bij deze film ook. Ja, al die visual effects, er zijn echt fucking veel. En ja, dan heb je een teampje en dan wordt heel de tijd tegen jou gezegd, jij doet dit en doe je dat. En dan, ja, is goed, volgende, nu doe je dit. Nu doe je dit. Terwijl dat een best belangrijke rol speelt in zo'n film, de visual effects. Als jij een film met superhelden gaat maken, dat één keer in de ruimte afspeelt. Ja. Of dat je bij Captain Marvel zo'n in één keer zo'n hele felle gloed om haar heen en haar krachten, dat is allemaal energie. Ja. Op energie gebaseerd, weet je wel. En dan, ja, en als je dan met dat soort visual effects komt, ja, dan begin je zo'n film eigenlijk al heel slecht, vind ik. Ja. Want kijk, bij... Maar er gaat heel veel mis nu bij Disney, hè? Ja, man. Er gaat heel veel mis bij Disney. Sowieso het hele idee dat ze elke dag een film willen uitbrengen. Of het een Marvel is of een Disney is. Ook die CEO. Ik vind het best wel een nare gozer. Want in het begin van de staking zei hij van... Ja, wij gaan gewoon door tot jullie al jullie huizen en auto's verliezen. Dat vind ik ook een uitspraak van... Nee. Ja, weet je, waar ben je mee bezig? Maar nu ook die Jonathan Mayers case. Dat hij, wat had die? Domestic violence noemen ze dat in het Engels. Ik ben even Nederlandse dingen vergeten. Die case loopt nog. Dus hij kan eventueel nog gevangenisstraf krijgen. Waardoor hij eigenlijk de leidende rol zal zijn in de nieuwe chapter van Marvel. Dus hij moet eruit gesloopt worden. Dan moet iemand anders naar voren geschoven. Tegelijkertijd zijn de visual effects waar ik het over had best wel slecht. Ja, en die staking was er ook nog. Weet je wel, dus Disney klopt verkeerd in zwaar water. Want dus ze hebben ook ergens in september of zo... Hebben ze ook een beetje pech, maar tegelijkertijd ook een beetje... Maar kijk, als ik dan Disney met DC moet vergelijken... Ik vond vroeger die DC-films... op Batman na vond ik allemaal zo van... net. Ik vind DC fijn omdat DC allemaal gewoon een wereld is of zo. Ja, maar nu bijvoorbeeld... Flash speelt zich af in... Hoe heet dat stad? En die speelt zich af in die stad. En Batman speelt zich af in Arkham. En ja, bij... Ja, zo begon Marvel begon. Ja, maar Marvel zo. Is nu gewoon van die... Dan zit je in die ruimte, dan zit je in die heelal. Dat is dus nadat Guardians of the Galaxy erbij kwam. Daar hou ik niet zo van. Nee, als je het goed kan uitpakken, dan is dat leuk.
Ja. Maar bijvoorbeeld, wat ik eigenlijk wil zeggen is... in het begin was DC... Marvel vond ik dat gewoon echt vet. Hoe ze het verhaal vertellen, de kleuren ervan, de graphics ervan. Dat vond ik mooi. En ook die effecten. Maar nu, laatst was Blue Beetle uit. Ja, van DC. Ja. Ja. Mm. En dat is echt een film waar ik echt genoten heb van DC. Mm. De Flash dacht ik was minder, maar terwijl ik de serie van mensen de Flash juist, heb gekregen. Mensen vonden juist Flash leuk. Nee, ik vind bij Flash, bij ik deze vind film, die acteur, bij deze, ik vind die acteur niet. Bij deze film hadden ze verwacht dat ze meer zouden ophalen dan de Flash, want Flash had best wel slecht gedaan. Ja. Maar de Flash die had iets, ja, deze heeft echt slecht, hè. Kijk, 110 miljoen ja, hebben ze behaald in openingsweekend. Dat is bijna 3 keer minder dan 300. Ze hebben het geld wel gehad, maar heel veel mensen zijn negatief over de hoofdrolspeler. Ze willen die andere terug van de serie. Die past meer in de rol van de Flash. Nee, maar er wordt een nieuw universe gecreëerd. Ja, dat snap ik. Allemaal nieuwe gezichten en zo. Ja. Dat snap ik. Maar jongens, alweer als buitenstaande van een film. Ja. ik zit nog steeds met één been erin. Ja, ja. Van jouw vertegenwoordigingsclub. Ik hier niet echt veel meer kan wel praten. Dus ik vertegenwoordig weer de mensen die niet in de Marvel zitten. Dit is niet echt een bepaalde film waarom in te stappen in Marvel, heb ik het idee. Nee. Dit is, hoe zou ik het zeggen? Oh ja, en dingen. Sorry, die dingen is ook gestopt, hè? Die van de nieuwe Avengers film, die regisseur. Ook dat nog. Ja, krijg je dat ook nog. Ja, nee, maar alles gaat fout bij Disney. Gaat fout daar. Ja. Maar ze hebben een piek bereikt. Dat is ook, ja, klopt. Dat was na Avengers Endgame. Pieken en dalen. Sorry, ga door. Ja, ik ging met haken naar de film. En ik heb voor de film en na de film moest ik Hakan zoveel huilen. Wat? Vragen stellen. Moest ik zoveel vragen stellen, want ik snap er helemaal niks van. Klopt. Nee, dat snap ik ook want wel. Want je moet echt dingen hebben gezien. Je moet echt veel gezien. Voor mij is het ook gewoon een beetje dat ik erover lees. Of dat ik 1 of 2 filmen heb gezien. Of dat ik een serie ooit een keer heb gecheckt. Kijk, wij zijn dus samen met Mirza zijn we geweest naar de film. Ja. Zelfs ik had nog vragen bij mezelf. Kijk, ik weet dat er een Miss Marvel serie is. Ja. En ik weet niet of dit een vervolg is op Captain Marvel. Of dat dit echt een nieuwe reeks in de film in de Marvel wordt. Ja. Van de Marvels, weet je. Maar zoals ik zei, ik weet dat er een serie is van Miss Marvel. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld dat andere meisje, dat donkere meisje. Mm. Zij heeft ook in 1 keer krachten. Zij is ook in 1 keer volwassen. Mm. Is daar ook een serie van? Ik verwacht van wel. Bij Marvels verwacht je dat. Maar is dat handig om te doen? Ik bedoel, kijk, ik heb voor het eerst zeg maar een soort van Marvel nu gekeken. Ja. Ik heb nu geen zin om weer Marvel te kijken, want dan moet ik weer heel veel dingen daarvoor gaan kijken. Je moet niet open. 32 films en series. Dus ze staan niet echt open voor nieuwe mensen, toch, eigenlijk? Ja, je kan wel random instappen, maar dan moet je alles... Dat bedoel dan ik. Moet je een keer alles maar daar heb ik nu geen zin in. Maar dat is het ook. Je weet, het heeft allemaal te maken met verkoop van kaartjes, verkoop van Disney Plus en... Ja. Noem het maar op. Dus maar het is gewoon zo'n lokaas. Ik vind het jammer dat ze nou ook zijn gefocust op de streamingdiensten. Dat ze series uit gaan brengen. Kijk, een film vind ik leuk. Ja. Een film, dan kijk je een avondje, weet je wel. En dan is het afgelopen. Mm. En dan kun je volgende week de tweede film kijken. Ja, ben je misschien 30 weken verder. En dan heb je het compleet verhaal, snap je waarschijnlijk. Maar het probleem bij een serie is... als je achteraf begint... Mm. Je zit gelijk 8 tot 9 uur zit je achter de tv. Want je wilt weten wat de... Iedere aflevering van een serie is met een open einde. Klopt. Mm. Ja, en bij een film, als je een open einde hebt, dan denk je niet van, oh, ik ga gelijk de volgende deel kijken. Want zo'n film duurt 2,5 uur. Nou, succes. De film is dan niet uit en jij wilt hem al kijken. Nee, maar ik bedoel, kijk, als je Iron Man 1 kijkt, en je gaat echt alles op volgorde kijken van de Marvels. Ik snap wat je bedoelt. Dat zal kunnen. Ja. Weet je? Hey, wisten jullie dat de film een Nederlands tintje heeft? Nederlands tintje? Ja. Nee. Het is opgenomen in Tilburg of zo? Richard. A.K.A. DJ Punish. Dat maakte in 2014 samen met The Party Squad een beat voor M.I.A. Mm. Genaamd Double Bubble Trouble. En die komt voor in een liedje. Of in de film. Ah, dus cool. The Party Squad is internationaal aan het gaan. Cool, cool. Lekker man. Nee, maar het is een beat voor M.I.A. Mm. M.I.A. is dan weer... Die ken je misschien wel, toch? Ja, ik kan hem. I wanna do it. And take your money. Oh, is zij niet van dinges? Slumdog Millionaire, dat liedje is... Nee, dat was Nicole Pussycat Dolls was dat toch? Van Jai Ho! Of bedoel je die niet? Nee. Slumdog Millionaire. We zoeken wel een keer op. Ja, de Slumdog Millionaire was volgens mij Pussycat Dolls. Aan het einde dat ze op station aan het dansen zijn, toch? Jai Ho! Jai Ho! Of is dat niet Slumdog Millionaire? Nee, dat liedje dat je net zei, I don't wanna do... Take your money. Dat is toch wel Slumdog Millionaire? Ja, nee, maar dat wordt bij heel veel films gebruikt. Ja, maar dat is ook een banger hoor. M.I.A. Ja, dus cool. Dingen staat ook op die album van haar. Van diezelfde album nog. Spanker. Oh. Staat ook nog op die ene album. Ja.
Maar dus, de Marvels. Ja, de Marvels. Ik vind dat we wel kunnen afronden. Ik ga even de cijfers oplezen. Ja, dat vind jij, maar vindt Mirza dat ook? Mirza wil nog heel veel vertellen. Ja, zeg het Mirza. Heb je nog wat over? Nee, zeg hoor, van, ga maar verder. Rond maar af met die soort. Ga maar verder. Snel mogelijk afsluiten. Ja. IMDb geeft het een 6,1. Tomatometer 61%. Nou, hey, dat matcht. 61.6.1. Audience score 84%. Ik lees ook op internet dat heel veel mensen er positief over zijn. Ja. Nou, ik ben het niet mee eens. Letterboxd geeft het een 3. Nou ben ik benieuwd naar jullie cijfers. 2,5. Nou, we hebben alles al een beetje besproken. Ja, het is ook niet een 1 of zo, of een 2 of zo. Het is... Die cuts en zo zijn mooi gemaakt, inderdaad. Maar het verhaal is zo heel vaag. Net ook in het begin, weet je wel. Vraag ik aan jou, leg eens even uit. Weet je wel, ja, gelijk error. Ja, maar je weet niet waar je moet beginnen. Syntax error, filosofie error not found, klaar. Ja. Ik wist maar ik wil het 2,5 geven. En als je geld wilt besparen, ga dan gewoon niet, weet je wel. Jij bent een filmliefhebber, jij hebt het over details. Dan vraag ik me echt af wat Mirza ervan vindt. Want nou, Mirza houdt ook totaal niet... echt een belediging gewoon. Nee, maar Mirza houdt ook totaal niet van dit soort films. Jij bent een filmliefhebber, Mirza is fulltime. Nee, niet op die manier. Blijkbaar over spek en bonen, dankjewel. Ja, niet op die manier. Weet je, Orm kijkt zowat alles. Ik weet toevallig dat jij niet van dit soort films houdt. Nee, ik denk als ik... Nee, ik hou ook niet van dit soort films. Ik geef het 2,5. Nee, als ik misschien de voor informatie had dat ik hem misschien wel leuker had gevonden, laat ik het zo zeggen, was ik beter ingelicht. Maar ik geef het een 2 of zo. Ja, oké. Okay. Ja, ik zeg ook, ik vond het een oké. Ik kan je geruststellen, als je voor informatie had, had je deze film een 2,5 gegeven, want dat is wat ik deze film geef. Oké. Okay, ja, Nee, jij bent de graadmeter. Jawel, voor Marvel wel. Ja, oh, oké. Okay. Ja, voor Marvel is een specialist. Heb ik toch goed gegokt. Ik zei ook 2,5. Ja, ik vind het echt een 2,5. Ik weet niet, ik heb niet die oude Marvels hype meer. Ja. Nou, dat kan. Ja, en vroeger ging ik echt letterlijk naar iedere film. Hoefde maar Marvel te zijn en mijn zusje stond al bij me. Gaan we? Nee. Ja, we gaan. Ja. En dan was het die avond gaan. 2,5. Ja, 2,5. Ja, dan zeggen we gewoon 2,5. Ja. Mensen hoeven de film niet te zien. Nee. Nee, toch? Blijf lekker thuis, joh. Hey, ik wil jouw magie knorren, man. Heb je goed gehoord. Het is tijd voor de snack. Tijd voor de snack. Hey. Ja, man, ik heb echt honger. Ik heb slecht nieuws voor je. Ah. Want de snack van deze week is drinken. Je eet anders hier plant of zo. Ja. Neem alvast een hapje. Kun je lekker wegspoelen straks. Oh. Jij zei net ook al dat ik in mijn primetime zat. Ja. Begin van de podcast. Ja. Ik weet niet of het toeval is, maar... Aha! Ik heb Prime bij me. Ik wil ze al een tijdje meenemen. Mm-hmm. Maar ze waren ontzettend duur. Ja. Voor een flesje, tientje. Ik zag dat ze ergens 1,99 waren laatst. Klopt. Ja. Waar heb je dat op de kop getikt? In Duitsland. In Duitsland? Ja, in Duitsland. Ik zag dat op TikTok bij mij ook. Kaufland. Ik weet niet, ik was bij mijn tante en zij had toevallig de rode. Sorry, ik onderbreek. Is Kaufland nu voormalig Rewe geworden? Of Real geworden? Ja, Kaufland heeft Real overgenomen, ja. Ja. Dus Real is Kaufland nu. Oké, nou ga door. Ja. Dus ik dacht, weet je wat? Waarschijnlijk de Nederlandse mensen die midden Nederland wonen, hebben geen flow benul waar we het over hebben. Nou, je weet het, Duitsland is een stuk goedkoper. Ja. Mm-hmm. Voor de mensen die op de grens wonen. Yeah. Ik was bij mijn tante en zeiden de rode. Mijn neefje die zei, ik vind dit niet lekker. Ja. Je hebt hem genakt. Dus die had, ik zeg toch, het de rode. En toen zei ik ook, een beetje zonde, hè, weet je, zonder te proeven. En je had gelijk 3 flesjes voor het tientje voor een fles. Yeah. Toen zei hij van, nee man, het was 1,99 in Duitsland. Kijk. Dus ik ben de auto ingestapt, ben er naartoe gereden. En toevallig hadden ze alleen blauw. Oh oké. Okay. Maar yes, jongens. Ja, je hebt nu alleen blauw, maar welke smaken zijn er? Oh, er is. Ja, je hebt heel veel. Blauw, van 8 rood, of 10 of zoiets. Oh, serieus? Zoveel? Popsicle, lemon. Okay. Je hebt Popsicle limited edition. Rood en blauw. Ja. Limited edition heb je. Je hebt ook groene nu. Je hebt die nergens verkrijgbaar is. Die zag ik toevallig op TikTok voorbij komen. Ja. En ik. 4 calorieën. Nee, maar wat ik wel heb gelezen. Je hebt dus Prime Hydration en Prime Energy Drink. Ja. De energy drink, die is een opspraak, toch? Die energy drink, dat is volgens mij echt 4 keer koffie of zoiets. Ja, dat is maar het zijn voornamelijk ook kinderen die dit drinken. Omdat het natuurlijk gewoon door 2 influencers wordt gepusht. Mm-hmm. Dus daar was iets meer dat niet overal verkocht werd.
Maar dit is ook echt super, super gemarket, hè? Ja. Want dit is eigenlijk een beetje gewoon wat Elon Musk ook doet. Er wordt gewoon geen geld betaald voor marketing. Ja. Ja, het gaat maar het is gewoon heen. Echt, gewoon... Mond op mond? Nee, gewoon hun gezicht. Het is heel tijd hun gezicht. Elon Musk heeft tot nu toe nog nooit één reclame eruit geknald voor Tesla of voor die of dat. Het is gewoon... Hij promoot heel tijd zijn Tesla, weet je wel? Al dat, op die manier. En zij doen het ook. Zij drinken dit heel tijd. En ze zijn als ambassadeur van Arsenal. Zijn ze de official sportdrink. Ja. Nou, ik beschouw dat niet echt als marketing. Of althans, als dat je geld zit en dingen. Nee, maar ze gaan zelf op de video met Arsenal, weet je wel? Het is niet echt per se dat ze geld betalen voor een campagne bij Arsenal. Nee, dat klopt. Dus ze gebruiken gewoon echt hun invloed. En, maar heb je die laatste actie van hem gezien? Deze week ging die ook helemaal viraal op TikTok. Met die gouden fles. Oh, dat heb ik wel gezien. Ja, ze hebben ze eentje in New York staan en eentje hadden ze in Londen staan. Wat ze niet hadden uitgelegd is dat de ene werd vernietigd als de andere werd geopend. Nee, dat hebben ze wel uitgelegd. Nee, maar van de week werd het zo opgebracht van... Je kan ze allebei winnen. Ja, jongen wint. En hij wordt vernield. Ik denk echt dat jij de eerste bent die het schudt. Nee man, ik heb het moet je schudden voor gebruik? Shake well before opening. Ja, ik heb net ook opgeschud. Dat is wel een rare drink. Ik zag het toevallig staan, dus ik zat ook al te schudden. Ik moet wel zeggen, hij heeft wel uitstraling. Ja, het toch? Dat blauw. Hij heeft wel uitstraling. Dat één kleur is gewoon. Nou, ik tik hem op zijn kop. Nou, cheers. Eerst maar, luister. Jezus. Dat is wel een beetje suikerig. Zoeter. Is dit een sportdrank? Nee, dit niet. Dit is gewoon hydration. Okay. Dat is voor achteraf. Na het spotten. Er zit 250 milligram BCA's in. Nou, weet je wat het is? Het is ook niet verkeerd, maar ik zou het ook niet kopen als ik het zie liggen. Nee. Ik was er altijd wel benieuwd naar. Het heeft dat zoete van een zoetje. Ken je dat drankje? Ja. Zoetjes? Klopt. Die zoetjes voor de koffie bedoel je dat? Dat vind ik echt fucking nasty. Ja, nee, ik vind dat wel lekker, maar ik vind... het moet zou ik nu Ronaldo uithangen? Gaan promoten. Agua. Agua. Nee, ik vind het wel lekker, maar ja, zoals je zegt, ik zal het niet blijven kopen. Dat is net als AA, weet je. Dat haal je ook één keer in de zoveel tijd. Het is een keer lekker, je maar... Wat grappig is, Harry is altijd fucking eerlijk, toch? Van de side man. Ja. Hij doet die reviews en zo. I don't like this one. This is disgusting. Het doet me een beetje denken. Ja, maar ik vind wel al die gasten, die hele omgeving van hun, die zitten zo, well, this is really delicious. Nou, het valt oprecht mee. Het doet me denken aan Oasis. Ken je Oasis? Ja. Een beetje. Heb je niet heel veel hier, toch? Nee, twee smaken. Vooral Engels drankjes. Klopt. Maar het is inderdaad, het is heel zoet. En dan kijk je echt erop, is het met 20 calorieën of zo. Het is een beetje als Coke Zero, toch? Ja, inderdaad. Ja. Maar raden we dit de mensen aan dan? Ja, moet je het is 2 euro. Ja. Ik zou echt geen cent meer aangeven. Nee, ik zal er echt een tientje voor. Ik heb het tot nu vandaag de dag ook nooit geprobeerd. Maar waarom is het zo duur dan? Is het omdat het schaars is? In Nederland? Nee. Het mag niet verkocht worden in Europa. In Europa valt het niet binnen die regelingen. Dus dan moest je het op een importmanier gewoon... En dan betaal je veel voor. Ja, zoiets. Ja. En dan is er heel weinig. En dan is er veel vraag, weinig stok. Dan kunnen ze de prijzen gewoon omhoog gooien. Ja, en dat is dus... Als je op bol.com gaat kijken, dan kost het gewoon een tientje voor een fles. Ja, bol is sowieso altijd duur. Ja. Toch laatste zo'n dingetje van... haal je huishouddingen allemaal in Duitsland, want daar is het goedkoop. Mm-hmm. En dan heeft hij van DM, weet je wel, die Duitse drogisterij, kost het 1,99 en dan heeft hij Nederlandse prijs erbij van 12 euro. Maar dan kijk ik, het is gewoon bol.com. Maar bol heeft altijd absurde prijzen. Ja. Als je een tandpasta gewoon 4 euro betaalt in de supermarkt, is die bij bol in één keer 18 euro of zo. Ja, dat is niet normaal, man. Dit soort dingen moet je sowieso nooit bij bol halen. Dat is altijd van die rare prijzen. Als je leven zou leiden, wat bol bepaalt, zeg maar, kwijzen, dan zou je nooit je tanden poetsen, denk ik. Nee, denk ik ook niet. Leuk haken, leuk. Het is... Ik heb wat anders keer denken. Nou, mensen hebben nog steeds honger. Nou, gaan we zo wel eten halen voor. Druk zo'n fles naar binnen bij jou straks. Heb nu genoeg gegeten? Nee, laten we naar de film. Ga jij het roepen? Roep je het? Nee, ga ik zo in de intro roepen. Oké. Dan gaan we door. Dan zijn we aangekomen bij de derde film. Eén ding. Thunderdome is hardcore. Wij zijn hardcore. En hardcore will never die. Yes. Niet scripted. Nee. Totaal niet. Nee, okay. nee, nee, nee.
Top of flop, moeten we die nog doen? Eén ding. Nee, nee. Nee. Jij zei top, Hakan zei top, ik zei top. En blijven we daarachter? Ja, zeker. Ja. Film in één woord? Film in één woord. Hardcore. Ja. Hardcore never dies. Juist. Nee, ja. We zijn best wel enthousiast over, toch? Over, ja, toch? Ja. Over geen woord aan vatten, maar. Nee, precies. Waar gaat de film over? Ja. De 17-jarige Michael droomt van een toekomst als pianist. Maar thuis wordt dan die ambitie niet echt gesteund. Nee, klopt. Wanneer zijn broer hem introduceert in de opkomende gabber scene, valt Michael als een blok voor de wereld van snoeiharde beats, broederschap en drugs. Juist. Pillenbikken. Maar dan komt hij net in die sfeer, toch? Tussen aarde en hemel. Ja. Hakan, licht je naar u toe. Ja. Wat vond je ervan? Ik vond hem lachen, man. Ja? Hij is echt... De juiste humor zit erin. Mm. En kijk, ik heb niet helemaal in de hardcore scene gezeten. Ik denk dat niemand van ons dat heeft gedaan. Jawel. Maar zijn neertrek stond hakken in de arena. Ja. Ja, wij stonden samen strak. Was die laatste in de arena of dingen? Oh, die hal daarnaast, Heineken Musical was. Dat weet ik niet. Nou ja, ga door. Ik vond het wel interessant om naar te kijken, man. Echt ook hoe die gasten... Het beleefde. Mm. Dat vond ik wel vet om. Maar ook hoe iemand gewoon van pianolessen naar hardcore feesten ging in één keer. Gewoon hoe die dat omzette. Het beste was sowieso dat het niet leek op een bepaalde carnavalfilm. Nee, klopt. Want dat heb je wel vaak, hè? Maar ze zijn ook echt kaal gegaan, bijvoorbeeld, in plaats van zo'n badmuts, weet je wel. Ja. Mm. Dus dat soort dingen. Is wel goed gelukt. Ik vond het leuk. En Jim Tahito. Jim Tahito. Ja, dan gaan we daarover hebben. Kunnen we het over hebben. Want ik vind dat hij te veel bezig had met Turken, man. En dan je beschrijft de openingscène. De openingscène, maar ook bij de host. Bij de host had je ook een Turk. Ja, ja. Weet je wel, de Turk. Die zat dan helemaal alleen in een hutje en zo. Die had een backstory. Mm-hmm. En dan nu weer. Ja. Weet je wel, en dan zegt hij in één keer van... Hey, we gaan één keer per jaar naar Alanya. Ja. En die gasten werken zich plat voor geld. Ja. En... Ja, je ziet wel welke Turken ze deze kant op hebben gestuurd. Nou ja, daar ben ik het niet mee eens. Ja, we werken allemaal hard. Tuurlijk. Hakan staat elke ochtend op om een fiets te stelen. Ja. En om door te verkopen. Ja. Dus, dat doet Oren. En ik moet elke maand solliciteren één keer. Dan de hele jaar door. Ja, weet je. Maar doe jij dan ook gewoon solliciteren op functies voor... universiteit diploma en dan gewoon wachten maar dat je kunt niet zeggen dat ik niks doe. Klopt. Maar kunnen we ook altijd? Ik moet al die titels aanpassen. Maar kunnen we regisseur Jim Tahito rekenen tot een van de beste regisseurs van Nederland? Ik ben op dit moment de beste regisseur van Nederland. Een van de beste van Nederland. Ja, weet je wat het is? Het is niet altijd die go-to verhalen dat hij vertelt, hè? En dat maakt wel uniek. Misschien was Wolf een beetje dat dingetje, maar ook weer niet. Nou, hij speelt wel in op die tijd, denk ik. Toch? Ja, in de zin van het gaat weer over misdaad in achterstandswijken van Nederland. Ja. Dat hebben we heel veel gezien. Maar dat was ook misschien een beetje voor de tijd van nu. Ja. Ja. Hij was er vroeg bij. Ja, laten we dat zeggen. Hij was er vroeg bij. Precies. En dan later De Oost bijvoorbeeld. Dat is een heel ander verhaal van een Nederlandstalige film. Mm-hmm. En dan nu hardcore. Ja. Is Nederlands, een van Nederlands grote subculturen. Zeker. Maar tot vandaag de dag hebben we een film gehad over hardcore. Volgens mij niet. Volgens mij niet. Nee, man. Ja, los van die anderhalf uur durende gabberfilmpjes op dingen. Wel een soort van documentaires van hoe het was. Ja. Ja. Rondjes. Ja. Ieder rondje is anders. Nee, niet die. Je hebt van die 1996 tapes. Die duren gewoon 2 uur lang. En dan zie je dat er zo'n camera door die is. Die is allemaal zo. Maar dat is toch ook... Dat zijn toch ook van die oude films? Van die aftermovies gaan ze interviewen en zo. Ja. Gaan zie je een beetje DJ's. Mooi, ik had wel een docent op de hand, man. Die was niet zo heel erg oud. Maar hij zelf zei dat hij op Thunderdome heeft gedraaid in 96. Serieus? Oh. Maar dat is best wel geinig. Als je nu naar hem kijkt en dan moet beseffen van... Hij heeft in 96 gedraaid. Ja. Ja. Maar het was ook in één keer een cultuur dat heel Nederland overnam, toch? Ja, en dan, dat klopt. Een beetje zoals Jumpstyle. Patrick Jumpstyle. Kunnen we daar geen film over maken? Ja, dat ga je echt hard moeten wij dat aan doen. Ja. Patrick dat speelt erin ook. Patrick Jumpstyle. Hakan lijkt ook op Patrick. Ja, maar je hebt wel iets van hem, ja. Ja. Nee, Patrick van SpongeBob. Nee. Is dit de beste film van Jim Tahito? Want we hebben Rabat. Rabat? Was Rabat ook van hem? Nee, Rabat, toch? Jawel. Rabat is ook van hem. Oké. Wolf. Oost. De Oost. En nu deze. Rabat twijfel ik echt over, man. Of die van hem was.
Kunnen we het zoeken? Nee, maar. Ja, zoek eens even op. Ja, of als producent zijn of zoiets misschien. Maar ja, deze heb ik wel echt van Rabat. Genoten. Ik heb van, als die van Rabat van hem is, ook, ik heb van Rabat ook echt genoten. Mm. Was ook weer, Rabat was ook echt goed. Leuke verhalen, hoe vrienden bij elkaar kwamen en dan weer ruzie hadden en dan elkaar weer vonden. Samen met Victor Ponten en Jim Tayuto. Oh, ze hebben samen. Samen. Oké. Okay. Nou ja. De O's was ook goed. Ja. Maar ja, nee, ik zou zeggen, dit is... Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik zit te twijfelen. Wolf is ook echt goed. Wolf is ook echt goed. Wolf is ook helemaal een zwart-wit. Op een of andere reden vond ik dat ook echt super tof. Ja. Nou, een top 3 moet maken. Nee, maar ik hou sowieso niet van lijstjes. Als je nu zegt, wat zijn de 5 beste films aller tijden, kan ik je ook niet geven. Maar er zitten wel gewoon een paar in dat lijstje. Maar dan noem ik je ook alweer 15 die in de top 5 horen. Laten we dan zeggen dat hij wel altijd presteert, zeg maar. Ja, continu, dat wel. Ja, qua man, films. Er zit wel passie of zoiets in. En het is niet gewoon per se voor de grote mainstream mensen. Ja. Maar ik heb dit al eerder tegen jou gezegd. Dat Nederland wel, als ze films maken, iets met een eigen cultuur, eigen dingen moeten doen. Want dat is voor de Nederlandse markt, heb ik het idee, wel het beste, toch? Ja, maar het hoeft niet altijd over drugs te gaan. Over criminaliteit en achterstandswijken. Nee, maar het is wel een soort van realiteit in Nederland misschien. Ja. Nee, maar dit is ook bijvoorbeeld een Nederlandse realiteit. Maar het is wel wat anders dan... Er zat wel een beetje criminaliteit en drugs in. Maar dat was niet het main onderwerp, toch? Nee, klopt. Ja. Dus ja, dat is de reden dat ik Jim Tayuto tof vind. Ja. En de hoofdrolspeler dan? Van Michael, hoe vonden jullie hem spelen? Hoe wat? Nou, ik vond Michael en zijn broer vond ik allebei wel goed, man. Ja? Ze hebben echt de rol omarmd. En hoe heet zij nou, de vriendin van dingen? Die met die opscheer staartje. Ja, met die staartje. Ik ben haar naam even kwijt, maar ik weet wie je bedoelt. Was het Rochelle? Priscilla. Zij heeft ook echt goed gepresteerd. Ja. Ik vond haar rol ook ze heeft echt goed gedaan. Ja. Maar later ook hoe ze daar op die bank zit onderuit. Was ook een beetje te gamen. En dan een kogelmier rond. Ja. Maar later ook... toen ze naar het ziekenhuis gingen, terugkwamen, dit en dat. Dat haar rol een soort van verandert. Weet je wel? Dat ze meer terughoudend is en ze stil is. Ja. Dus ze heeft ook echt goed gedaan. Ja. Heel veel mensen in de film hebben gewoon echt dingen. Maar... Ja, dus ja. Ik vond wel mooi hoe Michael dus, dat hij echt van die pianistenrol, op een gegeven moment naar dat gabbeltje rolletje, gewoon zo langzaam aan dat stap voor stap. Hmm. Dat niet in één keer gebeurt, weet je wel, dat hij één feestje meegaat. Maar ik zie hem wel struggelen. Het is wel een film waarbij iemand met zijn identiteit soort van... Ja, toch? Dat is normaal die leeftijd toch? Want ja, hij is 17. Ja, maar laat het goed zien, dat vind ik wel. Hij is 17 in een film en je ziet gewoon van, oké, ik wil wel die piano spelen. Maar dat gabbenwereldje vind ik ook wel leuk. Ja, maar het moet niet invloed hebben op mijn leven. Want kijk, daarvan? Wat mijn broer doet, dat is gewoon... Je ziet gewoon geen verantwoordelijkheid bij die broer. Die krijgt geld en dan dropt hij die broertje en die vriendin af. Wij gaan even de stad in. En hij zit bij een of andere stripclub. Ja, maar laatste, en dan mist hij weer 10.000. Maar hij is 17. Dat identiteitsstruggle en het naïviteit. Ja. Dat hij keer op keer weer gewoon achter zijn broer aan huppelt. Omdat die broer hem maar altijd wijs maakt dat hij... Dat van de juiste pad is, weet je wel, van hem. Dat hij zegt van, kijk, hun denken dat wij zombies zijn. Maar zij zijn zombies. Ja. Ze gaan één keer, PR op vakantie. Weet je wel, van dat soort uitspraken. Maar wat ze ook wel goed laten zien is, hoe meer hij naar die kant van de broer gaat, dat zijn voorheen leven dan slechter wordt. Ja. Hij krijgt in één keer problemen met zijn baantje bij tomaten plukken. Ja. Klopt. Dat gaat steeds slechter. En Arie, die al 18 jaar tomaten plukte. Ja. Esso naar Arie. En al 18 jaar dat vond ik grappig. Hij zegt zo, kijk Arie, Arie is helemaal gegroeid de afgelopen 18 jaar. En dan zie je Arie zo'n krat oppakken met pijn aan zijn rug. Ja. Wil jij ook over 18 jaar nog tomaten plukken? Ja. Weet je wat ik ook grappig vond? Ik vond tijdens het begin ergens, dat hij die drugs overhandigt op wc. Oh ja. Er staat op de wc, daar staat zo, Lennart is homo. Ja. En dan aan het einde van de film, ik kijk zo, cameraman, Lennart. Weet je wel? Ik dacht even bij mezelf, die gasten die hebben toch een lol gehad, jongen, op de set. Dat de cameraman ervoor moet zorgen dat die twee zo mooi uitgelijnd zijn. Mm-hmm. En dat de tekst op de wc waarop staat, Lennart is homo, goed uitgelijnd is en duidelijk in beeld moet komen. terwijl het over jou gaat. Ja. Dat vond ik echt een leuke easter egg, man. Dat was wel vet. Nee, we hadden het ook onze vorige reguliere aflevering. Hadden we het over Ferry. Ja. En daar hadden we het over premières. En hier was ook een leuke première.
Want op 9, ja, op 9 november ging de film in première bij Pathé de Kuip. Ja. Dus gekozen vanwege omdat het in Rotterdam afspeelt. Ja, omdat het ook naast de Kuip ook afspeelt. Ja, daarom. Ja. En er was een ware gabberparty eigenlijk voordat de film begon met artiesten als DJ Roughneck, Rotterdam Terror Cops, Neophyte. En Roughneck was toch ook een beetje de main theme song van het liedje, hè? Ja, volgens mij wel. Ja, ook met die pianoscène. Klopt. En de dresscode was natuurlijk gabber. Oh ja. Ja. Heel goed gekozen. Allemaal in pak. Letterlijk. Ozi. Ja, ik zeg geniet. Wat was wat pak? Een pak. Precies. En dat vond ik wel dat ze het wel goed hebben gedaan. Zeg maar. Ja, ik vond het een leuke promotie inderdaad ook. Ja. En ik vond naar de film toe, dat Jim Tayuto bijvoorbeeld ook wel Instagram steeds leuker was. Weet je wel, gewoon die zag je altijd de laatste dag, weet je wel. We zijn het zo keihard aan het afmixen. Ja, ja, en dan nog een post, nog 2 dagen. Klopt. We zeggen de laatste dingen en dan... Dat hij dan foto's begint te delen van magazines met gabberdingen en zo. Ja. Ja, dat hij dan naar de première gaat. Iedereen in een Aussie aan het gabberen, weet je wel. En dan een film. En dan ook gewoon, hij showt ook een beetje love, man. Je ziet echt dat mensen foto maken van een kaartje, hem taggen. En hij doet het soort van reposten. Maakt de crowd ook een soort van blij, toch? Klopt. Dat kan binnen Nederland, hè? Ja. Als Martin Scorsese of zo, dan wordt het wel lastiger. Ja, klopt. Maar... ja, man. Super tof. En ik vind het echt een harde werker, man. Ja. Dat je gewoon samen... Hij zit ook nog steeds bij Yellow Claw, toch? Ja. Ook nog. Ja, dat hij gewoon internationaal gaat. En dat je gewoon keer op keer weer terugkomt voor een film. Ja. Nou, dat is best wel hard werken. Ja. Kunnen we het hebben over het einde? Kunnen we het over hebben? Ja? Wat vond je daarvan? Voor mij persoonlijk vond ik het een beetje open of raar. Een beetje vaag, man. Maar snel ook. Een hint naar nog iets? Zou dat kunnen? Nee, dat denk ik niet. Nee? Ik denk dat het gewoon dingen is. Maar hij maakt meestal geen vervolgfilms. Hè? Maar het einde vond ik een beetje vaag. Omdat, weet je, dat is zijn broer niet. Die karakter die die broer daar opeens had. Dus hij moest eigenlijk afsluiten met dat die broer hem weer nakt of zo. Weet je? En dat hij eronder moet lijden. Het is nu misschien voor wat heel anderhalf uur, 2 uur is gebeurd. Is het misschien niet het einde zoals het hoort te zijn. Want... Die Danny is niet zo, wat daar op het laatst gebeurt. Dus die Danny moest hem naaien en dan kon je als kijker denken van... Ja, wat had je dan verwacht? Weet je wel? Dus daarom, ik vond het einde een beetje vaag en matig, man. Maar misschien wou Jim dit raar afsluiten? Zou dat kan kunnen? Kan ook. Gewoon om niet standaard als altijd happy... Ja, precies. Ja, en wij geven alleen een mening erover. En dat blijf ik altijd doen. Ja, man. En ik vond dingen ook leuk, man. Al die kleine detailtjes. Dat ze zo'n Pepsi-bord van de cafetaria hebben gestolen. En dat er dan Pep staat. Klopt. Of al die kleine... Ik zei nog tegen... Ze hebben gewoon echt letterlijk die oude blikjes van cola gefixt voor die film, man. Ja. Die gele kratjes van Heineken. Klopt. Die bruine flesjes van Heineken. Nee, maar er is heel veel moeite ingestoken. Er was ook een... Wat zou het zijn? Een scène waarbij hij fietst. Ja. 10 seconden... Maar je ziet al die auto's uit de jaren 90 op de achtergrond. Echt, klopt. Die hebben ze gewoon gefixt daarvoor. Ja, dat wordt meestal wel gedaan. Maar gewoon echt die kleine details. Je kan ook zeggen van gooi gewoon geen cola op tafel. Maar dat ze gewoon die extra moeite nemen. Ja, ja. Gewoon om die blikjes en flesjes te vinden van toen. Dat maakt het wel, vind ik. Ja, sowieso. Maar. Ook op die scène met die cola toevallig. Hè? Met die lalalalalong op tafel. Ik heb dat nooit geweten. Hij zag zo'n beetje waar het nummer over gaat. Hij zei, I'm gonna push it some more. Lalalalalong. En dan neemt hij een hap van zijn extra grote frikandel. Zo geweldig. Maar super tof film, man. Super tof film. Weet je wat ik wel had verwacht? Dat die hele zaal gewoon vol zat, echt met grappes gewoon. Ja, maar ik was ook in dingen. We gingen een week later, hè? Ja. Omdat ik in buitenland zat voor vakantie. Ja, oké. Okay, ik denk dat week 1 wel echt dingen. Maar er zaten ook een paar grappes, hè? Zeker, mensen met staartjes, we zagen mensen met Air Maxjes. Klopt. Is dat stervende gabber zien nu? Niet zoveel als vroeger, maar er is nog wel een. Je hebt nog altijd wel een bepaalde groep mensen. Er is sowieso een groep mensen die nog jumpstyle luisteren. Oude collega's, dat waren ook goed. Nee. Ik heb oude collega's, dat waren ook gewoon gabbers. En ik heb nog heel veel contact met eentje. En gewoon goed contact ook. Ik heb hem ook een bericht gestuurd. Ik zou samen gaan naar die film. Hij zegt: jongen, ik heb niks te zoeken in die film. Ik vind daar echt totaal niks meer. Ja. Dus hij is er gewoon compleet uit. Oké. Okay. Dus. Misschien had de mening van een echte gabber moeten vragen. Wat hij ervan vond. Nou, vraag het aan mij. Ik vond het goed. Nou, wat vond je ervan? Nee. Maar zondag, vorige week zondag toen wij naar de bioscoop gingen. Daar zag je toen wel een grap staan. Weet je nog? Echt in die Aussie trainingspak. Oh ja, ja. Toen zei ik nog, weer kijken, gaan ze allemaal zo. Ja, maar hij had ook echt zo'n oude ding aan. Ja, nee, dus, dat klopt. Ja. Ja, ja. Conclusie en rating. Conclusie en rating,
Moeten de mensen deze film gaan checken? Ja, zeker. Ja, zeker. Het is Nederlandse cultuur, hè, uiteraard. Ja, dat is belangrijk. Ik vind het ook belangrijk. Ik vind het ook waar je vandaan komt. Ja, een pareltje eigenlijk voor een Nederlandse film. Maar hij is ook leuk. Je hoeft echt niet alleen grappig te zijn om naar de film te kunnen gaan. Conclusie en rating. Hakan, laat bij jou beginnen. En dan een cijfertje. Ja, ik geef het wel een 4, man. Een 4? Een 4 cijfertje. Ik denk dat ik al heel veel al verteld ook. Ja. Ja. 4'tje. Gaan we voor een 4'tje? Ja, we gaan voor een 4'tje. Ik denk dat ik me ook bij jullie aansluit. Een 4'tje. Ja, 4'tje. Ja, 4 sterren. Ja, het is gewoon echt een goede film. Oh, wel, ja. Zoals ik al zei, die eind is een beetje raar. Mm. Maar het beïnvloedt niet de hele film, vind ik. Nee, dat niet. Nee. We geven Hardcore Never Dies 4 sterren. Ja. En het is, je moet er niet per se kijken voor het verhaal, denk ik, man. Nee. Het is gewoon echt die hele vibe to it. Ik denk, laat het op je afkomen, toch? 4 sterren. 4 sterren. Top of flop? Top. Top of flop. We zijn bijna aan het einde gekomen van de aflevering. Maar voordat we gaan afsluiten, doen we altijd top or flop. Waarbij we de films van volgende week alvast een soort van raten. Ja, first impressions. Volgende week, of nou althans over 2 weken, gaan we de volgende films bespreken. We beginnen met Napoleon. Ik wil horen, top of flop? Top. 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 Ik twijfelde nog. Ja. Good Burgers 2. Top. Ik ga ook voor top. Ik ga voor flop. Huh? Ik meen het ook. Oké. Niet voor de discussie. Nee. Godzilla Minus One. Flop. Flop? Ik zeg top. Hmm. Nou, gaan we Napoleon. Ja. Iemand die wilt uitleggen waarom die denkt dat hij top is. Ja, ik heb de trailer in. Ja, ik heb de trailer al zo vaak gezien. Het ziet er echt goed uit. Ik denk ook dat Ridley Scott de perfecte guy is voor deze film. Ja. Voor regie. Hij heeft ook de Joker gespeeld, toch? Die hoofdrolspeler, sorry. Joaquin Phoenix? Ja. Ja, Joaquin Phoenix heeft heel veel films gespeeld. Ja, ik vind dat echt een goede acteur, hoor. Zeker. Maar deze rol past ook gewoon bij hem. Van de dingen ook vond ik hem echt goed. Boos Afraid vond ik ook echt goed. Ja. Was echt zo'n vage gast was het. Ja. Maar ook in Gladiator speelde hij ook fucking goed. Ik denk dat we niet teleurgesteld zullen zijn. Nee, naar deze film. Good Burgers, jongens, jullie zeggen top. Waarom? Ik heb destijds vroegen jullie of ik 1 heb gezien. Hmm. En ik heb een paar beelden teruggezien. En het is echt geweldig. Ik vind het gewoon grappig. Nee, maar je hebt hem niet helemaal gekeken. Ik heb hem niet helemaal gekeken, dat niet. Maar ik weet niet, ik verheug me er wel op. Kijk, ik heb de eerste deel wel gezien. Ja. En maar die tijden waren anders. Hè? Die tijden waren anders. Dus ik hoop dat ze dat misschien weer terug kunnen brengen. Of gewoon dat, het is wel een soort van dat Dexter weer terug is. En dat Dexter de boel weer opfokt. Waardoor Good Burgers weer in gevaar loopt. Ja. Maar ja, ze zijn wel een stuk ouder nu, hè? Ja, dat is ook Het is 26 jaar geleden gefilmd. Toen was echt Keenan en Kel en dat was die motion, weet je wel? Dat was maar ik kan niet vlog zeggen tegen Keenan en Kel. Want Keenan en Kel is wel, dat is mijn jeugd, man. Ja, soort van. Ja, dus snap je wat ik bedoel? Snap ik wel. Snap je? Maar ik denk tegelijkertijd, het gaat echt zo'n cringe worden. Ja. Want heel eerlijk gezegd, ik hoop het niet. Die film was gewoon goed vanwege Keenan en Kel. Ja. Maar het was ook weer niet goed. Die eerste film. En dan nu doe je het 26 jaar later met een veel te oude Keenan en Kel. Hetzelfde verhaal nog een keer. Ja. Dus ik denk gewoon dat het gaat floppen. Ja. Laat ik me corrigeren. Ik denk dat wel veel wordt bekeken. Ja. Dus in dat geval top. Maar ik denk dat het gaat floppen, kwaliteit technisch gezien. Ja, okay, dat teleur gaat stellen. Ja, dat. Ja. Godzilla Minus One. Waarom? Ja. Ik weet totaal niet wat ik me mee moet voorstellen. Laat ik het zo zeggen. Laat ik kort vertellen dat Godzilla, die is een tijdje naar Amerika gegaan. En daar hebben ze hem best wel verpest, vind ik. Okay. Godzilla versus Kong en dit en dat. Ja. En de laatste film met Millie Bobby Brown en zo, weet je. Ja. Helemaal verpest. Maar nu gaat hij weer terug naar Japan. En dan wordt hij soort van hersteld in zijn originele staat. Okay. De Godzilla die je van vroeger kent. Ja, ja. Dus het is een soort van, hoe noem je dat? Herstel van schade of zoiets. Back to the origin. Ja, gaat gewoon weer terug naar het originele ding. Zo'n rentree of zo. Dus ik kijk echt naar uit. Ik kijk er ook naar uit, dat wel. Maar je zegt dat het gaat floppen. De reden dat ik flop zeg is gewoon puur omdat ik die laatste paar heb gezien. En maar die laatste paar, dat is waar ik het over heb. Ja, dat inderdaad. Is die Amerikaanse blockbuster bullshit. Dit is gewoon weer goed. Daarom zeg ik top. Ik weet niet, één deel verheug ik me er ook wel op. Ja. Een beetje sci-fi. Welke deel? Met,
Ja, dat die uitkomt. Oh, okay. Nou, dat is de enige. Ik zeg Flop, maar ik hoop dat die dan top gaat. Ja, ja, nee, maar ja, ja. Ik vraag ook dat, je mee. Ja. We zijn wederom aan het einde gekomen van een aflevering. Ik hoop dat je hebt genoten van de aflevering. Mocht dat het geval zijn, vergeet dan niet te abonneren op onze YouTube-kanaal. We zijn ook te vinden op Spotify en Apple Podcast. Terwijl je daar rondhangt op een van die drie platformen. Geef ons een like, geef een review, plaats een comment. Zet het belletje aan ook op YouTube. En deel de podcast met je vrienden. Toch? Ja, zeker. Inderdaad. Zijn we nog ergens anders te vinden? Zeker zijn we ergens anders te vinden. We zijn te vinden op Instagram, Facebook en TikTok. Op Instagram en TikTok heten we @TheVideoCorner. Op Facebook kun je ons vinden onder The Video Corner. Volgende week zijn we weer terug met een VHS review. Over Amsterdam. Amsterdam. Een klassieker. Ja. Nou, daarmee heb ik alles wel gezegd. Jongens, bedankt voor jullie aanwezigheid. Jij ook bedankt. Luisteraars, ook bedankt. Bedankt voor het kijken / luisteren. We zien jullie volgende week. Tot volgende week. Joejoe. Hasta la vista, baby. Heb jij genoten van onze aflevering en wil jij graag adverteren in een van onze podcasts? Dat kan. Mail dan naar adverteren@back-corner.nl.